Yo, mensen, welkom bij een nieuwe video hielp kakker op jou vandaag. Spelen we Clash Royale? Laat dan alvast een like achter. En jongens, bedankt voor de likes en de support van de vorige video. Ik zei, ja, ik zei, in de Draft Challenge tegen Kijker, zei ik bij de 1500 likes, ga ik er nog een doen? Ga ik ook doen? Alleen niet nu. Ik ga het doen bij elke nieuwe challenge, ga ik dit dus doen. Er wordt een soort van traditie dat we bij elke nieuwe challenge die uitkomt, gaan we tegen kijkers spelen. Ik doe het dit nu omdat ik nu snel even een videotje wil opnemen, maar ik weinig tijd heb vandaag. En um, helaas, dat zien jullie in 3, 2, 1. Zie je dat ik met de iPod weer speel? Of mijn iPod, iPhone weer speel. En niet met de iPad, omdat de iPad kwijt is. En ik heb geen tijd om te zoeken nu, omdat ik gewoon niet veel tijd heb om een video te maken. Maar ik wil proberen, of ja, in ieder geval, ja, ik wil gewoon proberen die um, dagelijkse upload vast te houden. Wat wel het probleem gaat worden, voor, niet volgende week, maar de week daarna, ga ik op ski vakantie. En dan ga ik gewoon simpelweg die dagelijkse upload natuurlijk niet halen. Omdat ik dan 14 video's, nee, niet 14, ja, dan moet ik volgende week 14 video's maken. En ik heb het volgende week druk met school. Dus dat gaat hem niet worden. Wat ik wel ga proberen, is ongeveer om de dag dan te gaan uploaden als ik weg ben. Ik ga mijn best doen. Wij gaan het allemaal zien. Maar vandaag gaan we daar geen zorgen over maken, want wij gaan lekker beginnen. Ik pak mijn uifel erbij. Jullie zien ook die hele mooie sappere chests staan. De verleiding is groot om ze te, ga te gaan openen. Maar ik wacht nog even tot ik een iets chillere chest heb voor die zilveren chest. En dan ga ik het openmaken. Dus wacht nog eventjes. Ik wil nog één giant chest of een Medical chest erbij hebben. Maar ja, dan gaan we dit lekker openmaken. Dan worden we sappige, sappige... Chest opening, want je ziet ook al dat het op mijn eigen account gewoon is. Dus dat is heel lekker, daar heb ik heel veel zin in. Maar nu kan het simpelweg nog niet even. we gaan gewoon even lekker beginnen. Ja, we hebben die free entry nog, maar uh, die kan mij echt de pot op. Dat ga ik nou echt niet doen, daar heb ik nou echt geen zin in. In een classic challenge vind ik tijd verspillen. kijk, als je geen, um, als je geen uh, gems hebt, dan kan je het gaan doen. Maar ik heb wel gems, dus ik kan lekker online doen. Willen we de zap of de musketeer? Ik wil altijd even een spel. Dat vind ik altijd wel fijn om te hebben. Uh, we doen Arches, want dan counteren we zijn uh, minor Dat is dan wel fijn. Uh, de Bomb is altijd wel irritant om tegen te spelen. Dus toch nemen we de Tombstone, wat een slechte kaart is. En willen we Night of um, Lava Weet je wat het is? Al pakken wij uh, de Lava heeft hij counters. Maar al pakt, pakt hij de Lava dan kunnen we niks. Dus we moeten de Lava maar nemen. Ook al heeft hij nu heel veel counters daarvoor. Al, hadden wij de Lava of al, al had hij de Lava hadden we er niks tegen. Dus ik moest wel de Lava zelf pakken. Ik ben niet heel tevreden over mijn keuzes. Maar misschien kunnen we wat uh, verrichten. Ik weet het niet. We hebben wel gelukkig de... Even de, de elixir collector. Ik denk dat hij een rocket heeft. Aangezien hij ons de lightning heeft gegeven. Ook okay, heeft een vuurbal. Dat vind ik nog niet heel erg. Dat hij een vuurbal heeft. Vind ik wel prima. Um, ik denk dat ik even artsjes hier even in een hoekje doe. En dan eventjes ga kijken of we die knight een beetje kunnen snijpen van een afstandje. Oei, 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 oei. Ik doe even Tombstone. Ik zet het even zo. Dat is even. na. dat is op zich ik niet heel fijn. Oh, hij heeft. Uh... Oh, ah, dat is wel slim van hem. Hij heeft dus ons Barbaren gegeven. En zelf heeft hij Vuurbal. Dus dat is wel slim van hem. Um, ja, ik doe even een mini-pack in de back. Ik ga niet komen nog met die lava -houden. Dat Vind ik uh, veel te vroeg. En totaal niet uh, nuttig. Um, ik doe even de Elixir Collector in het hoekje. Hier. En dan gaan we even kijken. Uh, ja, het is een beetje lastig. Ik zit even te kijken. Dat onze enige. Manier om er doorheen te komen is met um, met die, uh, light, die Lightning denk. Lightninghond. Wat een mooie troepje zou dat zijn. De Lightninghond. Nee. Met de Lightning. Met de, met de Lavahond. Alleen hij heeft er dus heel veel. Ook nog eens die wizard zie ik nu. Hij heeft daar zoveel tegen. Dat het gewoon echt lastig wordt. Deze vuurbal was niet zo slim van hem. Die bomtoren. Jammer dat hij nog een hit krijgt op onze barbaren. Ik denk dat hij nu komt met. Ik wil zeggen. Ik denk dat hij nu komt met de lava hond. Of lava hond. Met de Menor. Maar dat deed hij niet. Ik doe even de Tombstone rustig achterin. En misschien kunnen we heel zielig hè, maar gewoon uit, uit lightningen. Gewoon gaan heel veel Lightningen gooien. En dan een beetje hits doen nog met iets anders. Nou, en nu moet ik trouwens wel echt met lava komen. Want ik heb gewoon simpelweg niks anders. Maar ja, ik weet niet hoor. Die lavand gaat hem sowieso niet worden. Want hij heeft dus heel rustig gewoon die Meenord. Um, wat is nu standig? Ik kan gaan lightningen. Ik kan ook gaan pompen. Ik ga gewoon lekker pompen. Ik ga gewoon lekker pompen. Ik laat die lavand een beetje doodgaan. Dat wordt hem toch niet. Hij komt nu gewoon met Meenord namelijk. Oh, dat niet. Oh, dan kan ik dit nog mooi lightningen. Maar ik heb nu niet genoeg. Ja, kijk, daar is de Meenord. Ik doe gewoon even lekker rustig. De, um, artjes achterin voor die Minard straks. Dit ga ik nu wel Lightning hebben. dan hebben we de bomtorens en musketier en de toren. Dat is natuurlijk altijd wel fijn. Oh, we pakken nu niet de musketier. Dat is wel heel vervelend dat we die musketier nu niet pakken. En nu komt u gelijk natuurlijk met een counterpush. Ehm, um, ik ga even dit doen. Zo. Mini-packer. Kijk, mini-packer gaat hopelijk wat damage doen. Als die nu niet weg wordt getornadoed. Nu moeten we even snel arches hierin doen. Zo. Hoppatee, dan ga ik gewoon weer pompen, denk ik. Ja, ik ga gewoon weer pompen. En dan, um, Bouw maar gewoon een lekkere wat pompjes op. Ik weet het eigenlijk anders ook niet hoe we willen verslaan. Ik doe even de barbare hierop. Top. En dan uh, gebruikt hij die vuurbal niet op die barbare. Oeh, hij kan beide pompen hitten. Dat is niet zo fijn dat hij dat komt doen. Ik ga nu nog geen lightningspel, spel. Of ik zonde op een bowler. Als die komt met musketier, doe ik dat namelijk wel. Of met bomtol. Of met wizard. Of gewoon iets bij die, bij die bowler. Doe het eventjes. Even... Oké, okay, dit dan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gooien een lightningspel op die bowler. Ah, dat is wel vervelend dat hij dan net met zijn musketier komt. Um, ik ga een. Wacht even tot die musketier op de uh, lava-hout is. Zo, dan doe ik dit en dit. Zo, en dan doen we gewoon weer dit. En helaas hebben we nu geen pompen meer, dat is wel vervelend. We komen met die lava-hout er toch niet doorheen. Ik wil eigenlijk snel um, doorschakelen naar mijn lightning-spel. Maar kijk, die, uh, die pups die killen al heel veel. Ik doe even de lava-hout weer achterin. En dan laat ik die boder denk ik een beetje... Oké, okay, nee, dit moet ik heel gauw zappen. Dit moet ik heel gauw zappen, anders waren we echt in problemen. Ik gooi even wat bewaren op, zo. En dan hopelijk killen we die Minionord. En nu heeft hij die Minionord gebruikt. Dus hopelijk kunnen we daar een Boot mee doen. Maar dat kunnen we niet. Want uh, die Minionord kilt gewoon onze, ehm... Um, ja, onze, eh. Uh, onze lava gewoon op onze eigen base al. Ik doe even deze lightning. Gewoon puur om een beetje agressief te zijn. Om een beetje aan te vallen. Ik doe gewoon even toesun in de back. Maar dit gaat lastig worden hoor, jongens. Dit gaat echt heel erg lastig worden. Um, ja, we staan wel dik voor, maar we moeten wel even oppassen. Oké, okay, wacht, kom op, kom op. Kill even die. Kill even die. Lava, even die die Mineord. Ik moet nu weer die bebaren plaatsen. Omdat die Mineard weer niet op tijd gekillt wordt. Ik doe even Arthur hier helemaal in het hoekje. Zo, die worden door de tornado een beetje de andere kant opgeslagen. Ik ga eventjes wachten nu. Doe ik nu even de mini-packen. Zo, hopelijk schiet hij gelijk op de wizard. Dat doet hij. Ik heb de lightning weer klaar voor zijn uh, musketeer. Kijk, ik wist dat hij zou komen. En ook de Knight. Pakken we de Knight ermee. Ja, we pakken de Knight mee. Dat was een fijne Lightning. Dan moeten we nog één keer overleven. En dan kunnen we gewoon hem uit Lightning, hè. Moeten We even kijken wat is nu het slimste om te overleven. Oké, okay, we doen de tombstone, we doen de barbaren, zo we doen archers, zo en dan zijn we al bijna weer bij onze lightning spel. Daar kan ik zappen, want dat gaat natuurlijk heel snel. En dan lightning spammen nog 5 seconden: 4, 3, 2, 1, 3, 6, 9, boom. Huh? Oh, ik zie daar hebben we wel De internet nou wat wacht hij nou heel lang? Oh hadden we toen dood gegaan, zou het echt verschrikkelijk zijn. Maar gelukkig, eerste gewonnen, top. Gaan we naar de tweede. Gaan we naar de tweede? Zo. En uh, ja, nou hopelijk winnen we deze ook. We gaan, denk ik, niet te veel potjes doen, want mijn batterij is in low. En we spelen nu niet op, um... Oei. Oei. Nova Brazil. Ja. Dit gaat lastig worden. Gaan we Godem spelen? Ja, ik ben eventjes stil, want deze vent. Uh, volgens mij ken ik hem een beetje. Of in ieder geval niet kennen persoonlijk, maar weet ik wie het is. En volgens mij is deze gast heel goed. Hij heeft wel echt troep uh, dingen gekregen van ons. Maar dit is volgens mij een hele goede gast. Ja, dit, 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 dit wordt leuk. Nou, leuk, het wordt eigenlijk niet heel leuk. Dit wordt lastig. Oké, okay, en we hebben niet de beste dingen. Ik ga gewoon gelijk beginnen met een golem. Omdat wij echt gewoon niks anders hebben. Hij heeft ons mooie troep gegeven. Ja, dit is. ik denk dat hij dat niet heel leuk vindt dat ik nu met een golem gelijk kom. En dit gaat zo lastig worden, boys. Dit gaat zo lastig worden. We hebben een kloon. Wat willen we met een kloon gaan doen? Um, ik kan ook niks achter deze... Oh, ik, kan, ik, wou, ik, wou ne, ik wou serieus bebaren neerzetten, maar dat kan nu gewoon niet. Omdat hij die met die bomber komt. Oh, dit is verschrikkelijk. Oké, okay, nou in ieder geval kijken of we iets kunnen. Nee, dit is niet. We gaan het zo hard verliezen. Ik ken volgens mij deze vent. Hij is volgens mij echt heel goed. Alhoewel, we komen er wel een beetje doorheen. Moet ik even iets doen voor die uh, Lumberjack? Ja, dat doe ik wel. Toch even voor de zekerheid. Oh, we komen er redelijk doorheen. En we doen nog wat damage. Dat is best wel fijn. Dan gaat hij weer pompen. Oh ja, hij heeft natuurlijk die pomp. Dat is erg vervelend. Um, ja, hij heeft heel veel uh, splash, hè. Hij heeft heel veel splash voor onze. Bijvoorbeeld golem of iets. Ik doe even babydraak in de bek. We hebben niks tegen zijn pomp. Komt hij met een uh, giant skeleton? Ja, dat vind ik prima. Ik denk dat ik gewoon met golem kom. Hij heeft niet echt iets in een troep dat hij mij heel hard mee kan gaan rushen. Zoals een hog rider of iets. Dus we kunnen rustig met onze golem komen. Ik ga dit arrowen. Dan pakken we die um, dart Goblin En hopelijk nog iets van een heks of zo? Nou, nah, niet echt. Ehm... Um... Uh, ja. ja, wat wil ik doen? Wat wil ik doen? Uh, Dark Goblin dan maar. Of Dark Goblin. Dark Prince dan maar. Dark Prince. Darts prins. Ik zei, ik haal echt dingetjes steeds door elkaar. Ja, hij heeft ook echt troep. Hij heeft ook echt troep. Gelukkig, kom op. Nee, helaas. Ik wou zeggen, hopelijk gaat dat schildje, ontploft dat scheeltje op hem. Maar dat gebeurde ook niet. Hij heeft ook echt een verschrikkelijk dek. Maar wij hebben dat ook. Dus ja. Ik weet niet echt wat we willen doen nu. Gaat hij dit uh, allowen? Nee? Gaat dit niet toestaan? Hij uh, zet mijn uh, uh, goblinsjes. Even goblins met mijn Fire Spirits. Ja, ik weet het niet, man. Dit gaat lastig worden, boys. Hij gaat via de andere kant. Um, doen wij een baby draak. Ik denk dat ik toch alsnog via rechts wil. Hij lok, probeert mij nu te lokken via links. Wat het chille is, is dat um, hij net zijn zap gebruikt had. Dus wij kunnen dit doen. En hopelijk pakken we nu de Dark Goblin. Pakken we de Dark Goblin. Ja, we pakken de Dark Goblin. En nu doen we heel wat damage hiermee. En nu kunnen we gelukkig. Want die uh, Giant skeleton gaat toch de toren niet halen. We kunnen nu komen met een Golem Push. Ik gooi hem een beetje hoog. Zo gewoon een beetje druk op te houden. Um, ik ga Barbaren hierop doen. Oh nee, ik kan... De... Ja, oh, 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 oh. Dit, dit, dit is uh, trouble. Dit is echt heel veel problemen gaan we nu komen. Dart komt... Nee, 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 nee. We zijn verloren. We hebben verloren, boys. Ja, dan komt hij weer die andere kant. Ik had het niet verwacht dat hij zo snel al kon schakelen naar iets. Ja, dat is uh, helemaal over. Oh. Hij, heeft... hij haalt helemaal niet zo'n beter deck. Alleen, ha... wij hebben echt niks. Echt letterlijk niks tegen zijn... Uh... Tegen zijn poei. We hebben niet iets van een knight ofzo, we hebben niks zeg maar, ik laat het natuurlijk allemaal gaan dit, we hebben niks zeg maar uh, tegen een, een bomber of een witch of een lumberjack of een, u bouwt zelfs een giant skeleton, we hebben wel dan uh, barbaren en uh, skarmy, maar wat het verschrikkelijke is, is dat hij, oh, ik, ik rijd mijn mic bijna, um, dat hij zeg maar uh, heel veel splash had, dus hij kan toch gewoon easy erachter kunnen gooien, let op deze vent is goed, ik zeg het jullie, ik was niet aan het trollen, ja kijk, kijk zijn record. 5400, niet normaal. Maar in ieder geval, we gaan gewoon nog een potje. GG, ik wist het al van tevoren dat het lastig zou gaan worden. Uh, wij kiezen nu de uh, archies ook wel de Giant Skeleton ook wel lekker is. We kiezen de Wizard. Mm, de Bowler of de Barbaren? De Boler. We geven hem allemaal. Uh, wat geven we? Wij? wij geven hem allemaal van die uh, Splash-dingen, zoals uh, Barbaren en Menord. En dan tegelijkertijd hebben wij de Bowler en de uh, uh, Wizard, dus dat is wel fijn. Um, nou, hoe gaan we beginnen? We beginnen met de uh, wizard deck in de back. Ja, ah, weer die dark prince. Hè. Die dark prince heb je ook echt helemaal niks aan. Het fijne is, is dat hij mij een poison gegeven heeft. Dus ik ben echt nu totaal niet bang voor zijn millionaard of zijn bebaren. Kijk, daar zijn die al. Um, ik ga gewoon even artis hier in de hoekje doen. In het hoekje. En uh, bolertje hier denk ik dan maar. Ik weet niet precies wat ik wil doen. Ik dacht dat dit best wel makkelijk gaat worden. Aangezien hij gewoon... Ja, niet echt, niet echt chille dingen Even. We kunnen dit nog wel poisonen. Zo. En dat is dan een prima poison. Wij hebben, we hebben. Of hebben we weer die kloon. We hebben echt weer die zo'n beetje hetzelfde ding als de vorige keer. Ze hadden we ook kloon en uh, Dark Prince. En dat zijn gewoon, in mijn opinie, gewoon de twee slechtste kaarten van het hele spel. Letterlijk. Oei. Ik zit helemaal te zeggen. Ik heb helemaal. Uh, ik maak me geen zorgen om die. Um, om die Mieneord. Maar nu gaat hij wel heel veel damage doen op de toren. Oh, ik ben ook helemaal niet geconcentreerd nu. Oké, okay, wacht. Even artjes neer dan. Even snel artjes neer. Wauw, dit heeft hij best wel ziek gespeeld. Hij heeft dus gewoon. De Minion Horde heeft hij kunnen gebruiken. Terwijl we en niet de Poison hadden. en niet de Wizard. Knap verspeeld van hem. Maar we gaan het alsnog gewoon winnen. We gaan dit gewoon winnen. We begonnen even niet goed. Omdat ik even niet wist wat hij allemaal had. Maar nu weet ik het wel. Hij heeft dus die Hut. Hij heeft natuurlijk. Oh, de Giant Skelet hebben we hem gegeven. En hij heeft uh, Ice Wizard. Hij heeft Barbaren. Hij heeft Minion Horde. Hij heeft barrel, Wat wel vervelend is. We hebben even niks tegen de barrel, zie ik nu. Musketeer, ik dacht nu ongeveer al zijn kaarten weten. Um, ik doe even de wizard hier. Puur om zijn. Um... Wat. Letterlijk wat. Hoe. Kan die giant skeleton niet naar die wizard gaan? Ik vraag me letterlijk af. Ik heb geen idee hoe dat is ge kunnen gebeuren. Hoe dat heeft kunnen gebeuren. Uh, ja. Nee, we hebben al bijna verloren, hè. Hoe kunnen we hier nog doorheen komen? We hebben natuurlijk een... Oh, ja, ik merk het nu uh, trouwens pas. We hebben gewoon Miner Poison. Dat is gewoon een serieus een goede combo. Ik weet echt letterlijk niet hoe ik hier doorheen wil komen. Um, ik wil even Dark Prince hoog. We gaan gewoon even de druk hoog zetten. Ik weet het even niet meer. Ik weet het letterlijk even niet meer. Oh, dat was best wel dom van jou. Dat je de Barbaren recht in die Dark Prince dropt. Oké, okay, heb... we hebben nog een kans. We hebben weer even niet echt iets tegen die uh, Giant Skeleton. Ik durf de Wizard hier. Um, ik denk dat ik even de Miner hierop doe. Zo. Dan doe ik even de Arches hier hoog. Ah, oh, ja, we hebben weer niks. Kom op, kom op. Blijf leven, de wizard. Eén schot op die minions. Oké, okay, fijn. Eén schot op die minions. Minions zijn een beetje dood nu. Moeten we er nog even doorheen komen? Ik doe even de Dark Prince hier. Ik doe even een Poison hier. Uh, ja, ik, ik kom er niet doorheen. Ik kom er letterlijk gewoon niet doorheen. Deze tegenstander heeft gewoon slim gespeeld met zijn kaarten aan mij te geven. Het zijn allemaal troepkaarten waar we gewoon helemaal niks mee kunnen. Ja, dit is over. Jammer, 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 we kunnen, nee, we kunnen niks we kunnen, we kunnen ook niks met die tornado, hij lacht een beetje GG, wel played Ik heb weinig tijd, dus weer een korte video maar Ik hoop dat jullie genoten hebben, een beetje geknoten in die draft challenge Ik vind dat toch steeds een hele chille challenge Maar het mocht deze keer niet echt Baten voor ons Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video Ik zie jullie in de volgende video, en tot dan